Ik wil geen student overheen krijgen. Want dan ben je geen student. Nee, oké. Okay. Dat is duidelijk. Maar dan kan ik tot aan februari mijn rekeningen hoogstwaarschijnlijk wel betalen van dat gebeuren. Want die meid die heeft minimaal 4 klussen in de week. In de Randstad. Ja. Betaald? Hoeveel? Ik weet niet precies hoeveel het is, maar ik weet wel dat het genoeg is om rekeningen te betalen. En nog iets over te houden. Het is niet dat je voor 50 euro een dag op pad bent. Wanneer ben je met dit plan bezig? Sinds ik... Want ik herinner mij dat je begin van de week nog zei van dat je elektro ging doen. Ja, dat klopt. Daarna heb ik er achterheen gebeld, maar dat is dus omdat ik nergens een stageplek kan krijgen. Ik heb nog één optie. En dat heb ik met ik heb naar Technico gebeld, EKH. Ja. En die hebben gezegd, dan moet je volgende week even terugbellen. En dan moet je volgende week na dat telefoontje even een cv sturen. En als ik dat doe, dan heb ik kans op een stageplek. Want je kan je tot aan juli kan je inschrijven voor die opleidingen en nog gesprekken. Juli? Ja. Oh, ja, nou, dat is dus tot maandag. Nee, nee, niet zo. Halverwege juli. Oké. Okay. Dus ik bel volgende week naar Technico. Ik stuur mijn cv op. En dan hoor ik of ik een stageplek heb. Als dat het geval is, dan vervalt dat 050 crew. Dan ga ik de opleiding doen, maar als dat niet het geval is, dan wil ik in februari gaan instromen. Mits ik een stageplek heb. En anders op zoek naar een andere opleiding. Oké. Okay.